We zijn bij de stand van Action Henk. Ik heb daar hele goede verhalen over gehoord. Wat maakt Action Henk goed? We hebben geprobeerd het heel simpel te houden. Dat vinden we heel belangrijk. Dat je het in 1 minuut kan oppikken en meteen snapt waar het over gaat. Maar als je langer speelt, al speel je meerdere uren, kom je steeds nieuwe trucjes en nieuwe dingetjes tegen. Dus ik denk dat dat de kracht is van Action Henk. En dat gecombineerd met het feit dat we hebben geprobeerd het heel vrolijk en heel toegankelijk uit te laten zien. Hey, vertel mij eens, hoe lang doe je erover? Hebben jullie erover gedaan om Action Henk te maken? De game is nu bijna af en we zijn nu een dik jaar bezig. Ja, een jaar en 3 maanden ongeveer. Dus het is al wel een tijdje, maar we zijn nu echt de laatste dingetjes aan het doen. Dus het is bijna klaar nu. En financier je dat uit eigen middelen? In eerste instantie wel. Dat hebben we allemaal zelf freelance werk gedaan. Studiefinanciering helpt ook wel. Maar uiteindelijk, toen ons geld een beetje op begon te raken, zijn we voor Steam Early Access gegaan. En dat is een soort van beta-programma waar mensen al zeg maar, de game kunnen kopen en de ontwikkeling kunnen steunen. En met dat geld maken we nu in principe de game af. En dat is nu, zijn nu in de laatste fase daarvan. Hey, je bent nu op South by Southwest om hier te laten zien. Waarom ben je hier? Wat is je doel? Natuurlijk om gewoon de game aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Dat is het belangrijkste. En je merkt vooral, omdat er zijn hier veel families met kinderen. En de game, omdat die zo vrolijk is, werkt die gewoon heel goed bij kinderen. Dus het is gewoon leuk om te zien hoe die kinderen die game spelen. En we hebben ook ballonnen meegenomen die we uitdelen. Dus het is hier echt één groot feest af en toe. Staat het helemaal vol met kinderen hier en die willen allemaal spelen. Dus het is gewoon super leuk om te doen ook. Hey, en als die binnenkort af is en uitkomt, dan moet je je geld mee gaan verdienen. Wat kost die game en hoeveel mensen denk je, op hoeveel verkochte exemplaren reken je? je hoopt natuurlijk zoveel mogelijk, maar het is heel, heel moeilijk om daar iets over te zeggen. De game kost nu een tientje, als die af is waarschijnlijk rond de 15 euro, omdat er dan iets meer content in zit. Maar het is in principe gewoon een vrij simpele kleine game, dus dat zie je ook, de prijs is ook niet heel hoog. Hey, wat is de belangrijkste les voor jou met betrekking tot Action Henk van South by Southwest? Ik zie dat de game gewoon door alle soorten mensen leuk gevonden wordt. En dat zeg maar jong en oud kan hij gewoon van plezier aan hebben. Ja. Hey, je gaat naar huis. Heb je nog dingen geleerd? Heb je nog aanpassingen zien langskomen waarvan je dacht, nou, ze snappen het toch niet of dit kan beter? Ja, het is natuurlijk altijd, als je gaat showcase, kom je altijd dingen tegen. En dan zie je gewoon dat mensen op bepaalde plekken gewoon soort van telkens vast komen te zitten. En dat is ook gewoon heel handig, want dat neem je gewoon mee. En als je dan thuis nog aan de game gaat werken, dan ga je gewoon die dingen weer fixen. Hoe goed is Nederland als gameland? We zijn goed onderweg. Maar we zijn nog niet goed. Ja, het kan altijd beter natuurlijk. We moeten nog een beetje groeien. Maar ik denk dat we wel al een goede plek aan het nemen zijn. Dankjewel.